Hallo. Goedemorgen Rox, met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Is het ook een goede morgen voor jou Rox? Ja, zeker. Ja, het zonnetje schijnt hier lekker, dus ja, zeker. Oh, nou, leuk. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de nieuwe single Jij bent mijn wereld. En dat is een mooie nieuwe single geworden. Ja, nou, ik ben er zelf ook heel erg blij mee. Het wordt echt onwijs goed ontvangen in het land. En ook gewoon dat het heel erg veel bekeken wordt op YouTube en op... Ja, ook met streams gaat het lekker. Dus ik ben helemaal blij eigenlijk. Ja, volgens mij ben jij in de wolken. Nou, weet je, Jij bent mijn wereld heb ik zelf geschreven. Samen met Peter van Hierop. En ik wil natuurlijk steeds iets uitbouwen. En ja, ik denk wel dat het gelukt is om je eigen identiteit goed neer te zetten. Ja, ja. Weet ik, draaien ze juist nog een fragment van een singer die eerder uitkwam met Zijn de Kleine Dingen. Weet je nog precies wanneer die is uitgekomen? Even kijken, Zijn de Kleine Dingen, die is, ik denk dat vorig jaar uitgebracht, dacht ik. Ja. Dacht, zo zit het volgens mij. Ja, ik weet het niet qua datums en zo, dat ben ik helemaal niet, maar... ja, het zijn de kleine dingen, die heeft het ook heel erg goed gedaan. En er zit ook een boodschap in. En in al mijn nummers zit wel een beetje een boodschap. En dat vind ik altijd wel gewoon het belangrijkste. Dat je jezelf erin kunt terugvinden eventueel. Niet alleen ik, maar ook een ander. Ja, ook, ook met die andere zingers. Je bent mijn de ene echte vriend ben jij. En tik het naar de zon. Ja. Ja, nou ja, weet je, die ene echte vriend ben jij heb ik ook zelf gegeven. Die heb ik wel onder pseudoniem nog gehad. Maar ik dacht van, ja weet je, nu kan ik het ook wel even naar buiten dragen. Omdat je nou de tweede hebt en dan laat je ook meer zien over jezelf. Net zo, zelf zijn we ook, doen we alles met filmen en zo. Want de clips en zo die je ziet, die zijn ook door ons gewoon gefilmd en geëdit. Dus mijn zusje die is... degene die ook filmt en ze heeft een prachtige drone die ze kan gebruiken om er een hele mooie film van te maken, een clip. En ja, ik ben degene die dat dan edit, want ja, ik kan mezelf natuurlijk niet op de video zetten anders. Dus ja, het is heel leuk om samen te werken. Dus jouw zus is nog een beetje jouw steun naartoe verlaat dan? Ja, zeker. Ja, ik heb een heel lief zusje en die is ook gewoon... die snapt ook hoe het lied, ja eigenlijk een Nederlandse lied of gewoon sowieso als artiest, dat je hulp nodig hebt en dat je samenwerkt en dat je, want ja, dat is ook zo, je kunt niet alles alleen. En dat hebben mijn ouders ook, die zijn ook altijd heel fanatiek en die geloven gewoon van, Roxy doet het goed en als je een keer hulp nodig hebt, nou dan kun je het ontvangen. En dat is wel het mooiste eigenlijk, dat je het samen kunt delen. Ja, ik lees ergens naar een hele drukke periode. Heb je dus nagedacht over deze nieuwe single, ook over de muziekstijl die je gaat volgen, klopt dat? Ja, klopt. Ik heb het ook, je gaat zelf denken van ja, welke stijl wil je op? Je kunt natuurlijk heel veel stijlen op in het Nederlandstalig. Wat wil je? Wil je een langzaam nummer? Wil je een snel nummer? Wil je... Ja, nou, dit keer had ik gezegd van, nou ja, weet je, ik mis nog wel in mijn muzieknummers, want ik kan Niet Zonder Jou is echt langzaam, wel heel erg mooi warm. En dan heb je Ticket Naar de Zon, nou, die is heel vrolijk dat is van geen moment Ticket Naar de Zon, dus mensen die kunnen het daar weer willen leggen, maar ik had nog geen Polonaise nummer. Dus ik dacht van, ja, dat is wel, ik hou wel van een feestje, ik hou van feest maken, want dat is het belangrijkste om... dat je jouw muziek gewoon moet in een tentfeest kan draaien of dat het ergens op die manier gewoon lekker losgaat. En je bent altijd aan het zoeken naar jouw identiteit. En ik denk dat het wel gelukt is om het een keer gewoon met Paul Lassend in de tijd zo terug te vinden. Ja. Heel iets anders. Ik lees op jouw site, daar staat een regel op. Ik zal hem voorlezen. Iedereen maakt fouten, maar een vriend vergeef je altijd je fouten. Ja, nou dat is met die ene echte vriend ben jij. Dat is de tekst die ik zelf heb geschreven. Van dat je altijd je vrienden vergeeft, want anders heb je geen vrienden meer. En van hoe mooi is het leven met vrienden om me heen. Die weten wat ik voel, ze hebben een arm om me heen. Ja, weet je, degene die bevriend is met jou, dan die hou je. De echte vrienden die hou je. En de rest die weten helemaal niet hoe het met je gaat.
Maar ja, je kunt het met elkaar meezingen. Je kunt het naar elkaar toe, ja, toebrengen en uitbeelden. En dat heb ik ook met Jij bent mijn wereld. Daar is hetzelfde. Je brengt het naar de mens toe. En ik denk dat dat de kracht is van het liedje. Ja, ja. Je hebt er onlangs ook mee gedaan, hè? Met een Toppen gezocht. Heb ik mee gedaan, inderdaad. Ja, met Toppen Resort heb je pas meegedaan. Heeft dat jou nadien nog iets opgeleverd, Rox? Ja, heel veel eigenlijk. Heel veel wat meer bekendheid. Ik heb eigenlijk alleen maar positiviteit. Ik vond het heel erg leuk om mee te doen. Want ja, het is eigenlijk wel gevraagd, want ik ben wel gebeld. Door Talpa of ik mee wilde doen. Want anders had ik denk ik niet meegedaan. Want ja... Je gaat niet heel snel aan een talentenjacht meedoen. Gewoon niet, het is ook natuurlijk best wel een groot iets. En ik moet zeggen, je moet heel veel audities door. Hè. Je moet dan twee keer komen om te zingen en jouw ding te laten zien. En dan heb je, en dan moet je toch door die voorrondes, moet je wachten en al die dingen. Ja, iedereen die daar doorheen komt, die zingt eigenlijk gewoon goed en die zingt echt top. Dus ja, dan ben je al eigenlijk bij de topmensen. En dan daarna word je nog geselecteerd naar de live shows. En ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk. En het was wel best zwaar, want je moet binnen 10 dagen bijvoorbeeld 3 setjes kleding regelen. Maar dan wel gewoon echt als topper, weet je wel. Dus wat ga je doen? En je hebt ook in de auditie, ik was dus allerlaatste. Dus ik was degene die 2 uur moest wachten en toen kon ik pas mijn nummer doen. Ik heb de glimlach van een kind al gezongen. En dat is gewoon, het wachten is eigenlijk het zwaarste. Want je moet opletten op de camera, je moet op de mensen moet je opletten. Je moet reageren, want dat is ook tv natuurlijk, dat de knip en plakken ze dan weer erin. Dus... Je bent meer gefocust op een ander en daarna moet je stralen en dan moet je jouw ding doen. Ja, en de mensen die eigenlijk de eerste waren, ja, die waren wel klaar mee. Die hoefden dus verder geen stress en zo. Ja. Maar ik moet zeggen, ja, ik heb er van genoten. Ja, dan moet je ook toch gelukt hebben met jouw uitstraling, met jouw smile op jouw face. Ja, nou dankjewel. Ja. Nee, maar het was leuk. Ik zou het zeggen niet van dat ik ze ga weer gelijk meedoen met iets. Nee, het is gewoon, je wordt ervoor gevraagd en dan moet je stralen en dan moet je je ding doen. En daarom had ik ook even gewacht, omdat ik wist dat ik met Toppen Gezocht meedeed. Ja, kon ik niet gelijk mijn nummer uitbrengen, dan moet je wachten. En daarna is het natuurlijk heel belangrijk om Jij bent mijn wereld wel op de juiste tijd uit te brengen. Want er zijn natuurlijk heel veel goede artiesten die ook soms vaak uitgaan. En je moet niet met de menigte dan meegaan. De juiste timing vinden. Ja. Eventjes terug naar de nummer. Jij bent mijn wereld, daar is een mooie clip bij gemaakt. Daar is echt alles vooruit de kast gehaald. Met een echte luchtballon, een mooie heus, een antieke zweefmolen. Hoe heb je dat er allemaal voor elkaar gekregen? Nou, ik had wat mailtjes naar iemand, naar de luchtballon mensen toegestuurd en zo. En Mees van Dijk, die was heel, die zei gelijk, ja, bel me maar op en kom maar. Je bent welkom en we gaan dat regelen. En dat vond ik wel heel positief, dat hij zo verder op die manier dat deed. En dat hij dat, hij houdt wel van de gezelligheid en zo. Dus we hebben om 5 uur 's ochtends, het is wel 2 keer afgezegd, maar om 5 uur 's ochtends gingen we de lucht in. Iets later, maar zoiets ongeveer. En in Barneveld. En ja, het was gewoon een hele ervaring om dat zo op te nemen. En ja, je hebt gewoon mensen nodig, zoals de zweefmolen, Marco van de Tuin. Die zei, ja, weet je Rox, was ook via geregeld. Is goed, kom maar, we hebben een event in Nederland. Want normaal zijn ze in België en omgeving doen heel veel grote events. En die zei van, kom maar langs en super en... Dat moet je hebben van zulke mensen die zo enthousiast zijn. Ik ben zelf ook altijd heel enthousiast. Ja.
Maar dat je dat om je heen verzamelt en dat mensen dat doen, dat vind ik dan echt wel tof. En die luchtballon, die moet nagaan. Je bent ongeveer 1,5 kilometer boven de grond. En dat besef je pas als je beneden staat. Ik hoor zoveel positiviteit uit je stem uit. Onvoorstelbaar. Ja, maar het was enorm leuk. En ik moet zeggen, ik had wel ook nog een camera, op een selfie stick in principe. Het was wel echt een HD camera. En die moet je dan ook meenemen. Want anders heb je geen prachtige beelden vanuit de lucht. En als je in mijn clip kijkt, dan zie je dat ik film met een goede vriend van mij, Silas. En dat is gewoon leuk dat je met je vrienden kunt samenwerken, met je familie kunt samenwerken en met fans die het leuk vinden. En gewoon mensen die zo enthousiast waren, bijvoorbeeld in de kroeg was er ook nog, we waren ook super enthousiast om dat even te doen. Ja, en die sfeer van een Polonaise zit erin. Dat is, ja, de wereld is gewoon een liefdesliedje aan de ene kant. Ik heb ook iemand blijkbaar samengebracht met mijn nummer, dat vond ik heel bijzonder. Want die zei van ja, door jouw nummer zijn wij niet samen. En dat vond ik ook wel, dat ik, dat is ook zo mooi. Het is ook dan een beetje een koppelaarsje, zeg. Ja, nee, weet je, het is wel heel leuk om dat iets bij te dragen aan de mensen. En dat het iets doet, dat het werkt en dat het je iets brengt. Blijkbaar was dat wel op dat moment zo. En misschien nog meer mensen. Maar weet je, het is wel leuk dat je dat dan weer te horen krijgt. Dat mensen het leuk vinden. Ja. Even voor de luisteraars, Roxy, waar gaan ze daar dus in draaien? Zij die meer informatie willen weten, dat kan. Er is een eigen website voor jou, www.roxvandriel.com. Klopt dat? Ja, NL staat ook open. Dus roxvandriel.nl. En gewoon via Facebook in principe. Ik heb wel meerdere Facebook accounts. Kijk vooral naar waar het niet vol zit. Want 5000 is wel echt de max dat ik iemand toe kan voegen. En ik heb er nog 3. Dus kijk gewoon Rox Vdriel of Rox van Driel. Dan vind je mij. En gewoon via Spotify even in een feestlijst zetten. Is natuurlijk ook altijd heel fijn en heel leuk. En dan help je ook enorm mee. Ja, en gewoon delen. Delen met YouTube of iets anders. Of superleuk. Ik ga de zegel draaien. Jij bent mijn wereld te krijgen op deze plaats. Heel erg bedanken dat je vanmorgen hier even live bij ons in de uitzending was, Rox. Ja, natuurlijk. Vind ik altijd leuk. Rox, laatste woord. Zeg eens tegen de luisteraars die meeluisteren. Een mooi afsluitend woord. Dan ga ik de single starten. Dit is Rox van Driel. Jij bent mijn wereld. Het ga je goed, Rox. Tot de volgende keer. Hey. Doei! Doei!